Hey guys, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Fernbus. We gaan weer eens een rondje bussen. Ik heb trouwens ook een nieuwe bus weer. Ik heb nu ook weer een MAN. Net gekocht bij de Steam Workshop. Kostte €12,99. En we gaan gewoon eens even kijken wat die bus doet. Ik ga even een kopje koffie inschenken. En de muziek wordt opgestart, zie ik in één keer. Jee. Ik ga even een kopje koffie zetten. En dan komen we terug en dan gaan we even een beetje bussen met de nieuwe, ja, in mijn ogen dus, want ik heb het net gekocht, met de nieuwe MAN bus. Tot zo na de intro. Ja, zijn we er weer. We zijn dus aangekomen in Biarritz. En nu gaan we weer naar boven toe, denk ik. Gaan we nu richting Bordeaux dan maar eventjes. Ja, weghalen. Ik zal dit over iets zachter zetten, want... Gaan we van Hero. Van Biarritz. Ja, ik ga het gewoon zo. Biarritz. Gaan we naar Bordeaux. Dat is 2 uur rijden. Dus weer een korte afstand. Blijven we een beetje langs het water nu rijden. Want dan gaan we naar Nans en we gaan naar Brest. Dan krijgen we een lange route naar Rouen. Gaan we naar Lille. En dan gaan we via de binnenwegen weer terug. Gaan we bijvoorbeeld via Lille naar Reims, Parijs, Tours, Dion, Lyon. Daar ben ik al geweest trouwens. Gent, Ferrand, Limoges. Limoges. Daar gaan we dan weer terug. Dus gaan we dus zo... En dan gaan we via de binnenwegen weer terug. En dan gaan we naar een volgende... kaart toe. Het gaat er ook te zijn dat binnenkort Rusland uitkomt. Ik heb Zwitserland en Oostenrijk allemaal nu al klaar. We moeten nog wat plekken in Duitsland nog doen aanhouden. Dus dat komt allemaal wel even goed. Nou, mooi. Dit doen we dus safe. Ik heb inmiddels ook al een kopje koffie. Oh, ik moet back. Niet lekker. Carrière, zei ik. Next. Realistisch. Gaan we even kijken naar de bus. Want ik heb dus nu ook een nieuwe bus. Ik heb dus nu ook een nieuwe MAN. Die zie ik nog niet staan weer. Dit zal dan moeten zijn dit. Dit is niet van deze, had ik overigens bij. Uit dat ik nog niet de nieuwe bus heb, waarschijnlijk. Was het dan van CMC? Dan moet ik even denken dat ze moet even uit. Ik denk dat ik nu niet. Moet ik even bekken. Dan moet ik even terug. Ik moet even opnieuw starten. Ja. Klaar met opstarten weer. Even kijken wat ik nou ga krijgen. Dus een MAN. Ja, nu staat hij er wel bij. Ik heb er nu het 9. Dit is hem. Second coach. Maar ik heb ook een derde generatie. Dus deze. Dit is de nieuwe. Oh. Ik heb daar 4 versies van. Dit is wel mooi, is het trouwens. We gaan gewoon met deze rijden. Weer eens goed. Dit is lijkt me iets van een noodgang deur. We gaan kijken. We gaan opstarten. En dan gaan we met deze MAN derde generaties rijden. Heel erg nieuw. Ja, leuk. Nieuw. Voor mij is het sowieso nieuw. Ik heb deze DLC net gekocht. Via de Steam Workshop. Wat ik al net al zei. En we gaan kijken hoe deze bus gaat rijden.
En dat ik natuurlijk niet eerst mijn configuratie dan weer moet aan gaan passen. Yes, dat hoop ik dan weer niet. Dat is voordat het is een MAN. En een MAN heeft voor mij al een tweede generatie en de eerste generatie bussen al hier op Fanbus neergezet. Dus ik denk aan dat mijn configuratie waarschijnlijk daar dan niet mee in de soep mee gaat lopen, zou ik maar zeggen. Het is weer een korte afstand. Niet zo lang, een rit dus weer. We gaan dus van Parijs. Ja, ik weet niet nog steeds hoe je dat uit moet spreken. We gaan dus naar Bordeaux. De stad van de wijn, zou ik zeggen. Af en toe kijk ik even een beetje naar rechts. Ja, ik kijk links, rechts. Links, rechts. Ik volg bijvoorbeeld ook even darten. Voor de mensen die dat graag willen weten, ik kijk het liefst graag naar darten. De video is opgenomen op zondag, 7 maart. Ik moet even spieken. En dat was tijdens de UK Open, de halve finales. En straks komt nog de finale. Dus hierna komt Van Gerwen. Dus we gaan dit even verder skippen. En komen we terug als wij in de bus zitten. Zo. Daar zijn we dan. En eens even kijken hoe deze bus eruit ziet. Dit is dus de MAN. Derde generatie. Even een fotootje maken. Dat kan zo. Dat doe ik even een beetje zo. Ik knip altijd die vlakjes er altijd uit. Ik neem het weer op met OBS en dan zie ik ook mijzelf weer in de camera, maar ik zit het niet in de game zelf. Dat vind ik op zich wel een heel mooi systeem van OBS. Maar dat snij ik er altijd uit, met knippen en plakken en dan probeer ik de bus in zijn geheel in de scherm te krijgen zonder dus dat ik erop sta, zo zeg. Wijze lessen. We gaan eens even binnenkant kijken naar deze bus. Hoe die eruit ziet van de binnenkant. Dat kan wel een beetje aan de leggie zijn, want OBS werkt niet zo plezierig. Met Fernbus. Of Fernbus werkt niet zo plezierig met OBS. Dan is die wat trager op. Oké. Nou, ik zie dat mijn configuraties allemaal wel perfect zijn en goed zijn. Ik zal eerst mijn stuur even weer fixen. Want je weet dat van mezelf altijd dat mijn stuur nooit zo goed gaat. Zit E-E-G. Ga ik even op rechtop zitten. Even de microfoon wat omhoog. En ik zal even kijken of ik de boel even aan kan zetten. Dit is passenger mode, doen we aan. Wifi doen we aan. Ik heb geen... Ja, wel wc. Cool. Wc heb ik ook. Kitchen heb ik ook. Dit doe ik ook maar aan. Ik weet niet wat het is. Dit lijkt me iets van een... geen idee. Reading light. Passenger light doen we aan. En die doen wij... Hallo. Ja, daar moeten ze toch eens een keer wat aan gaan doen met Fernbus. Eén keertje die announcement een keertje gaan aanpassen. Want daar word ik een beetje kriebelig van. Hebben we ook nog een airco? Of hebben we die niet? Where is the airco? Daar is de airco. 21 graden. Nou, die doen we niet aan. Dan krijgen wij muziek en dat vindt YouTube weer niet leuk. Nou, kunnen we. Waar moet ik eigenlijk heen, als ik vragen mag? Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Waar moet ik heen? Hallo? Waar moet ik nu eigenlijk... Oh, daar zo. Daarom moet ik daarheen. Hoop ik dat die deur dan wel open gaat zo meteen. Dat gaat ie. Hartstikke fijn. Ik vind de binnenkant wel heel mooi. Van de bus. Ja, wat ik al zei, de laatste keer ook al. Dit spel gaat echt wel progressies krijgen hoor. Er komen steeds meer busjes, het spel wordt uitgebreider door middel van nieuwe DLC's met kaarten en ook ik zeg, nieuwe bussen. Ook af en toe geeft het spel wat gratis DLC's uit. Nu is er ook hier nog een kasteel wat nu gratis is, daarheen kunt gaan. Er is dat grote hotel waar we al een keer heen zijn geweest, was ook gratis. Ja, ik vind het best wel een leuk spelletje worden dit. Waar ga ik trouwens mijn navigatie niet aan? Wat toch wel.
Nou, ik heb dus weer de camera weer op mijn oude beeldscherm gemonteerd. Zodat je ook weer een beetje het stuur kunt zien. Zodat je ook wat meer, wat stuurbewegingen kunt zien. Ik moet een beetje aanpassingen doen aan het spel, omdat OBS en Firmbus niet zo goed met elkaar samengaan. Dat is een beetje aan de lag. Hij is een beetje aan het vertragen, zoals ik het beeld. Dus ik moet een beetje oppassen. Dat is iemand die niet in de vangrail zit, zou ik zeggen. Vind je dit alweer een leuke video? Tenminste, ik hoop het wel weer. Zeg het abonneren. Druk op het belletje. Dan word je op de hoogte gehouden. En ik heb het gevoel dat ik compleet verkeerd rijd, volgens mij. Dat zal weer aan mij liggen. Ja, zie je, ik rijd gewoon verkeerd. Haha. Ik rijd van de stad af. Hoe moet ik hier weer op? Wat is dit, jongens? Ik heb ook mijn hele navigatie niet eens meer. Ik heb mijn navigatie ook kwijt. Dat kan helemaal hier langs, zegt hij. Ja, dat is logisch. Ja, nu is mijn navigatie weer terug. Kijk. Hallo, navigatie. Ik ben er weer. Nou, we hebben deze week al weer een aantal leuke filmpjes op YouTube gezet. Onder andere mijn deskcam tripjes. Mijn nieuwe deskcam trip, deel 2. Van Rondje Zwolle. Ook zijn we een keertje met American Truck Simulator aan de gang gegaan. En we hebben al een keertje gevlogen weer. Met slecht weer. En nu zijn we weer aan het fernbussen. Dus kijk even hoe het is nu met James Wade en Gerben Price. Toto 8-4 voor Wade. Wow, Wade mag wel winnen. Maar waar gaan wij in godsnaam heen als ik mag? Ja! Nou, gewoon doorrijden. Huppakee. Ik heb een auto voor me liggen. Kijk dit, hè? Wat gaat die nou weer fout? Aan de kant met die auto van je, heel goed. Doe het niet, doe het niet, doe het niet, doe het niet, heel goed. Misschien dat je af en toe wel eens wat hoort van het dat, hè? Bestrek wel lekker snel op trouwens, accelereert snel. Dat werkt prettig. Ah, ik weet mijn god niet waar ik dan helemaal heen ga, joh. Dat is wel vreemd. Oh, hier moet ik zijn, denk ik dan. Heb je een rotonde? Ja, auto was in de verkoop, zie je dat? Tweede zolder. Nou, dit lijkt mij dus weer dat Biarritz. Ja, ik kan dat nog steeds niet uitspreken. Ik heb er altijd zoveel moeite mee, hè, met die T en die Z's. Ook is het dan niet gewoon hier Jansen heet of zo? Of Kees? Plaatsje Kees. Plaatsje Jansen. Daar moet ik zijn. Daar zie ik een H staan.
We moeten nog helemaal omheen. Dus hier moeten we eventjes omheen zo. Zo. Ik weet niet wat hij dan gaat doen, want die wil zeker hier de auto parkeren, lijkt het wel. Nou, ik vind het wel een beetje raar. Ik ga er gewoon voorbij. Het is wel goed. Doe goed daarmee. Hoppakee. Terug. Dan moet ik hier ergens mijn busje neerzetten. Daar zo zie ik al de haar staan. Zo, aangekomen bij de bushalte. Deurtje open. Zo. Doe ik even een stuk kofferbakjes open. Ik heb ook open. Ik heb hier trouwens nog iets zitten. Dit heb mij, voor mij is het meer een nodig. Dit is voor meer een noordgang duur, denk ik. Ik denk het wel. Nou, eens kijken wat we hier en allemaal heen willen. Ja, dat bedoel ik wel eventjes. Laat me eens even zien. Trekbezem. Nou, jij hier nog mee. Goedendag. Dank je wel. Maaltijd, bitte sehr. Maaltijd. Ik heb er al een keer gegeten, ik hoef even gegeten. Ciao, das Ticket. Auf geht's. Hallo, mein Ticket. Dankeschön. Guten Tag. Sie wollen auf geht's. Het is best druk hier vandaag. Jetzt wäre ich fast in den Falschschluss eingestiegen. Sie wollen bestimmt mein Ticket, sehr freundlich. Mahlzeit, bitte sehr. Danke sehr. Jo. Moin, ich hau. Ciao. Servus, das ciao. Hallo, dat is Tik. Ciao. Er gaan best wel wat mensen mee vanavond, moet ik zeggen. Vanavond, vandaag. Ciao, dat is Tik. Dit is zo. Cool. Ja, het is wel in de avond. Dit vuurtje neem ik op in de avond, oké. Okay. Haha. Maar dit vuurtje wordt aan u getoond om 2 uur 's middags. Dus wat gaat er fout? Busje weer in. Deurtje weer dicht. Shit! Even de klok vooruitspoelen. Dan zeggen wij start right en dan kunnen wij een gas geven. Zo! Wacht even hoor. Dat is beter. Maar dan heeft hij die tweede stand staan. Je hebt een D1 stand. En je hebt een stand staan met... mijn batterij leeft van mijn computer volgens mij. Oké, hier zie je weer. Maar je hebt dus ook een stand staan. Die DM. Dan is die gewoon heel traag. Ik weet niet wat dat precies inhoudt, maar... Ik heb de vaatwasmachine aangezet en daar stort mijn koptelefoon op. Echt serieus. Dus ik heb dat ding weer aangezet. Haha. Nou is het weer goed. Blijf van het servies af daar achter die bus. Roundabout. Zo. En we zitten weer op de snelweg. Pandora-rijval zal zijn 3:07. Het is nog 209 kilometer rijden. Nou. Beetje professorisch hoe die over die rotonde heen gekomen worden, moet ik zeggen. Hier is weer een heerlijke fijne tolweg.
Komt u maar. Goed zo. Mooi. Volgende rotonde. Je kunt ook trouwens naar Madrid toe hier, zie ik. Dat is wel interessant. Oh, wat is dit voor een nauw drumrotondetje, dit zeg. Hey, goeiedag, doktoren. Van ze kunnen ook geen bocht naar leggen. We gaan draaien hier voor dan weer de snelweg op. Ja. Hu, tunneltje. Nee, het is geen snelweg trouwens. Nu draaien ze meteen de snelweg op. Oké. Okay. Ik zou af te vragen, fanbus, of er ook binnenkort eens een keer een update uitkomt en dan voor Engeland. Want ik zag daar ook al fanbusjes rijden. Ja. Voor een aantal kanalen, Engelse ja, treinenkanalen. En daar zag ik onder andere die van George Marshall. Bekend van All the Stations. En ja, die komt dus wel in Londen in de buurt. Daar zag ik ook al fanbusjes rijden. Dus ook daar komt al Fernbus. Ja, Fernbus zelf is al een behoorlijk groot bedrijf hoor. En je kunt voor goedkope ja, bus reizen. En ze gaan ook al op de trein, zeg ik. En die Dylan, dat is ook weer een andere kanaal op YouTube. Dylan Travel Reporters of Dallas. Die heeft ook al een keer een ritje gedaan met de Fernbus. En dan door de tunnel heen. Dus ja, nu is de vraag aan een Fernbus. Van goh, maakt dat dan ook even in het spel? Kunnen ook straks in Engeland rijden. Dat is wel leuk. Ja, de uitbreiding, hè. Dat is wel mooi zo dan, hè. Zal ik maar zeggen. Maar nu komt als het goed is eerst Rusja uit. Jetzt heb ik mijn kaffee verschüttet. Oké, sorry. Kijk hoor. Nee, die is leeg. Kwakzalver. Je ook van die bekerhoudertjes, jongen. Dan doe je je koffie doe je dan in zo'n bekerhoudertje. En valt niet op de grond. Zullen die auto's even links passeren? Of rechts, sorry. Ja, dan gaan ze ook rechts passeren. Hier, let op. High speed. Spuku. Hoppakee, gewoon lekker high speed er voorbij. Hoppakee. Niet van de benauwde. Hier is een parking hier ook. Rond dan 2 km per uur. Even spieken tussentijds. Weet hoeft nog maar 2 lekkies voor mij. Nee, nog maar 1 lekkie. Oeh, dan is het een beetje toe hoor. Nieuwe verrassing. Staat hier namelijk Luke Humphries tegen Van Gerwen. Ja. Ik kan het wel lullen tegen jullie, want die wedstrijd is al lang gespeeld. Het doet niet zo al te best nu weer. Ja, dat heeft te maken met mijn videokaart. Ja, ik zit toch zwaar over denken om. Ja, dat is dan ook weer zoiets, weet je wel. Dan zou je zeggen van ja, ik heb gisteren. Laat ik even bij het begin beginnen. Ik heb dus gisteren gekeken naar een videokaart. Nou, dan zit je rond de €400. Heb je een hele mooie. Nieuwe voedingen. Ik ben zo'n €500 kwijt voor alleen een nieuwe videokaart. Nou heb ik zelf nu voor mijn verjaardag een MSI scherm gekregen. En daar heb je dus ook PC's voor. En ik zag nu eentje staan voor €1188. Een MSI PC. Waar ik ook wel interesse in heb. En daar zit dezelfde videokaart in die ik ook wel graag wil hebben. Dus ja, dat lijkt me best wel interessant. Dus ja, dan zou je toch ervoor kunnen kiezen om een compleet nieuwe PC te kopen. De PC die ik heb is niet echt een game PC nu momenteel wat ik heb. Het is eigenlijk meer een multimedia systeem. Ik heb hem wel uitgebreid. Ik heb de 16 gig in gedouwd. En een andere videokaart erin gestopt. Ja, er zit maar een 4 gig videokaart op. Ik heb nu wel een nieuw scherm dus wordt dan wel weer wat beter. Maar eigenlijk moet er gewoon een veel betere videokaart in. Ja, dan kun je dus kiezen inderdaad of een nieuwe PC of een nieuwe videokaart. Ja, ik leg er €500 bij en je hebt gewoon een compleet nieuw systeem. Misschien dat
dat ik dat wel ga doen. Ik moet nu toch wel genoeg nemen met het beeld. Het beeld is toch wel een beetje aan de lek, zou ik zeggen. Hij is niet helemaal zuivel. Zuivel is melk en yoghurt en kwark. Maar hij is niet helemaal zuiver. Dus daar moeten we wel, daar kan ik weinig aan doen. Dat vind ik het ook raar trouwens, dat dit spel eigenlijk het enige spel is eigenlijk die moeilijk doet trouwens met de grafische bewerkingen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Euro Truck en American Truck Simulator, die zijn graphics niks meer aan de hand. Je zou het spel waarschijnlijk wel op een andere manier zijn gebouwd misschien. En Wade is klaar, zie ik nu net. Oeh. Wade naar de finale. Dat is interessant. Dus ja, ik ga toch wel even kijken naar een eventueel naar een MCI PC, gaming PC. Kijken wat ik daar wat voor luxe kan gaan krijgen. Ik kan ook niet al te veel geld geven, want je kunt er ook eentje kopen voor 3000 euro. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje te veel van het geld, zou ik maar zeggen. Er zijn wel meer dingen die ik graag wil. Ik ben al gaan sparen voor een fiets. Moet een nieuwe fiets hebben. Nu? Nieuwe fiets? Ja, nieuwe fiets, ja. Dus wanneer ga je fietsen? Ah, ik heb de laatste keer nog gefietst. Naar mijn zus toe. Maar die woont hier schuin tegenover, dus... Het is nog geen 5 minuten fietsen, volgens mij. Dat kun je voor me nog beter lopen voor je benen sneller dan met de fiets. Want ik moet eerst al die banden nog oppompen, want ik rijd op 2 intermediates banden. Oftewel banden zonder profiel. Ja, mijn fiets is zo'n best meer, zou ik zeggen. We moeten nog 37 kilometer naar Bordeaux toe. Daar rijden we nu heen, we moeten naar Bordeaux. We gaan nu 102 km per uur. We zijn lekker aan het gassen. Voor democratie op de tv. Nou, daar ga ik dus absoluut niet op stemmen. Dat is lekker zo'n instabiel partijtje. Dat voor van democratie. Het was nu ook al bekend dat het... Wat is de rond voor mij? Had het nu uitgerekend? 34 zetels voor VVD en 34 voor mij nu voor Wilders. Het zal wel. Nou, het is toch wel weer rustig ritje zo, hè. Niet zoveel aan de hand. Klein ongelukje gehad, maar... Wat gaat denn hier ab? Nou, ik raak hem. Ongeluk, sorry. Vanaf afgelopen donderdag de livestream opgezet van Dakar. Als je het nog niet had gezien, had ik zo zeggen, check even mijn filmpje. En dat wordt trouwens ook steeds langer hoor, die Dakar serie. Het is nu al 3 kwartier, hè? Steeds rijden. Maar sinds 4 is nu af. Dakar, ja, ik had hem even een poosje aan de kant gezet. Voor 3 weken geleden, zodat ik voor het laatst Dakar heb gespeeld. Maar Dakar doen we nu op de livestream. En ik zal de volgende keer toch eventjes betere aankondiging geven. Zodat we misschien toch iets meer viewers krijgen. Want het is nu gewoon plop, ik zet de livestream aan en het is oké. Maar hou mijn kanaal in de gaten, druk een belletje en word je op de hoogte gehouden.
En dan staat daar ook even de aankondiging aan neerzetten wat ik ga doen onder de livestreams. Meestal livestream ik op de zaterdagavond en of zeg ik bij zondagavond. En dan heb ik gisteravond hebben we gelivestreamd. Of ja, voor mezelf, want dit filmpje heb ik vandaag zondag opgenomen. En dat filmpje is dus afgelopen donderdag al uitgekomen. Ja, dan moet ik even gaan denken nu, want ik neem deze video op 7-3. Maar deze komt pas over 2 weken pas op mijn kanaal. Een week, sorry. Dan zie ik dan rond de 18e volgens mij. 19e. Mijn microfoon gaat mijn koptelefoon ook weer heerlijk storen. Ik zet dus even de tricky one aan. Misschien dat het nu ook al 30 graden is buiten. Je weet het maar nooit. Of min 30, kan ook. We 33 kilometer te gaan. En we zijn zo op de plaats van bestemming aangekomen. Nogmaals, vind je dit nou een leuke video? Ja, we zijn een beetje tam vandaag, dat klopt. Maar vind je dit nou een leuke video? Abonneren, druk op belletje, word je op de hoogte gehouden. En laat eens een keer een commentje achter, dat zou ik heel erg leuk vinden. We gaan hier af. Wow. Dan moet ik even rond, zie ik nu. Dan moet ik weer terug naar Toulouse toe. Huh? Dat is vreemd. Dus nu ik deze kant op. Zo. Heel goed, dankjewel. Dan moet ik hier weer terug. Oké. Okay. Beetje apart dit. Oh, Bordeaux, sorry. Bordeaux zijn we nu. Niet in Toulouse, we zijn nu in Bordeaux. Hier rechtdoor. Zo. Ook een hele rare knik in dat ding trouwens. Wow. Wow, wat een krapje is dit. Blijf even groen alsjeblieft. Hartstikke fijn, dankjewel. En dan hebben we hier nog een tolweg. Uiteraard, we zijn in Frankrijk. De barst van de tolweg hier. Hoor. Zo, ja, lekker. En toen stonden we stil, denk je. Ja, mijn beeld is een beetje traag. Ik heb er wel een beetje moeite mee. Maar X-Split heeft het trouwens niet, hè? Dus misschien dat we ook dan gewoon de volgende keer het weer kunnen gaan spelen onder X-Split. Maar ik vind dit wel een fijn programma, dat OBS. Dit is ook het enige programma waar mijn geluid ook goed doorkomt van mijn microfoon. Zo, dan gaan we even voorlangs. We zijn trouwens aangekomen nu op Bordeaux. En ik vind het wel raar trouwens van OBS dat je tot met 1920 kunt opnemen, video's. Oh, Van Gijn begint ook nu. Ja, nou, die zullen we even kijken. Ga ik filmpje even editen. En dan zijn we alweer klaar. Hier moet ik af. Zo. Zo. We staan voor een stoptonend sein te wachten hier in Bordeaux. Ik weet niet of je het hoort nog, ja of nee. Of the world. Oh, daar komt ook auteursrechten nu natuurlijk omheen nu als dat te hard gaat. Ah, ik denk niet dat je het hoort hoor, maar. Als het hoort, dan is het jammer dan. Oh, het is nog haal dan. Ja, haal ik dus net. Hier is het busje al. Mooi, cool. Nou, het is op zich wel een fijn busje hoor, die MN. Niet mis mee. Hier is het rood. Kijk, oh, nou moet ik hier als het goed is weer af. Ja, dit is weer zo'n lekker vreemd momentje dit weer. Moet ik hierheen denk ik zo.
Waarom heb ik ze te rood heen? Dat maakt niet uit. Moet ik hier gelijk weer in? Oh, niet. Ik ga eentje te ver nu. Even kijken. Oh, ik moet hier al in. Ik moet hier in, als het goed is. Daar moet ik in. Moet ik me dan nog even voorlangs gaan, of zou ik het heel erg mooi vinden? Ja, mooi zo. Kijk, deurtje open. Dit is wel leuk trouwens, hè? Kijk, aangekomen op de plaats van bestemming. We zijn aangekomen in Bordeaux. Ja. Kijk eens nog eens lopen over de zin. Je kan zich die baan echt mal een voorbeeld nemen. Oh. Ja, joh. Echt serieus, jongens. We zijn gewoon sneller dan de spoorwegen, jongens. Echt fantastisch, hè? Tikje open. Die ook open. Oh. Die open en die open. Mensen zijn allemaal weer uit. Ik heb een notatie gegooid, zoals je kunt horen. Kijk. Even een fotootje maken. Nou, dan zijn we weer aangekomen. Plaats om te aankomen in Bordeaux. Goed, ja, het busje rijdt lekker. Volgende keer gaan we de wat langere uitvoeringen maar een keertje mee rijden. Ja, dat lijkt me wel een keertje leuk. Normaal het busje rijdt super fijn. We kunnen even nog even kijken in de bus hoe die eruit ziet. Kijk, zo ziet hij eruit in de bus. Een beetje, nou, een beetje hoger standaard. Kijk, dit vind ik wel mooi trouwens, die stoelen. Ziet er best wel bruut uit, hè? Ik zal ook. Zo, in de bus geweest. Ook cool. En zo is het wel mooi. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Like als je video's vindt, hartstikke leuk. Word abonneer op mijn kanaal. En druk een belletje, dan word je op de hoogte gehouden van de volgende video. Ik zou zeggen... Doedels. Dag.